En dan vervolg ik met mijn gast voor vandaag. Ik zei het eerder al, ik heb vandaag de mooie en vooral ook fitte, healthy Senne Fernandez in de studio. Hartelijk welkom, Senne. Dank je. Aanstaande zaterdag is dus de officiële opening van de SHLX Studio of de SHLX brand of the concept store. Ja. En Senne is dus persoonlijk hier om ons meer te vertellen over haar bijzondere onderneming in Suriname. Hi Senne. Kan je misschien je even voorstellen aan de mensen die nog niet bekend zijn met Senne Fernandez? Hoe zie jij jezelf? Senne Fernandez, ik ben nu 31 jaar. Ik woon net 5 jaar weer in Suriname. Mm-hmm. Ik ben hier opgegroeid. Mm-hmm. Ik heb hier gewoond tot mijn 18e en toen op een gegeven moment 10 jaar in Nederland gewerkt, gestudeerd en ook heel veel gereisd. Okay. Ik ben een familie van, ik kom van een familie van ondernemers. Mijn vader natuurlijk, met Fernandez en met McDonald's. Dus ik heb het ergens vandaan, dat stukje kleine ondernemer. En ik ben hier vandaag denk ik om een beetje te vertellen over mijn brand, SHLX. Dat initieel was begonnen 3 jaar geleden als een platform voor vrouwen over het algemeen. Om ze te helpen een gezondere levensstijl of zich iets lekkerder te laten voelen in hun vel. En ik ben toen gestart met een groepje mensen waarmee ik de meal planning voor ze kon doen en de trainingen. En dat is nu gewoon uitgegroeid naar something that I've always dreamed of, which is a concept store. Geweldig. En dat binnen een korte tijd, hè? Binnen hoeveel jaar is het van alleen gymwear gegaan en mensen begeleiden en personal training naar de concept store? Het is in 3 jaar totale fase en dan elk jaar had echt iets extreems. Dus de eerste keer toen we ermee begonnen was het natuurlijk tijdens COVID. En niets was zo zeker. En ik dacht, ik moet iets unieks voor Suriname, iets dat ik zelf mis, which was begeleiding specifiek voor dames. En op een leuke manier. Dus niet direct dat je zo strikt gaat, maar dat je een balans kan vinden in, weet je, een gezond leven, maar ook gewoon genieten van het leven. Want ik ben een levensgenieter, maar ik vind het belangrijk dat ik me goed voel in mijn eigen vel. En ik vind het ook belangrijk dat ik let op mijn eigen body, toch? Net als body is your tempo, et cetera. Dus I really do believe that. En het is dus het eerste jaar heel onzeker, gewoon vanuit de woonkamer mocht ik van mijn ouders leven. En toen hielp ik dames gewoon met meal planning en personal training. Dat werd heel snel te groot. En ik zag meer naar een motivatie voor de dames om te trainen. Any kind of workout. Ik bedoel niet alleen de gym, ik bedoel gewoon gezellig gaan dansen of lekker een wandeling met je partner. Any kind of workout. En toen ben ik begonnen met de sportswear brand. Dus een sportswear brand was initieel gewoon een addition to healthy lifestyle. Motivation. En de sportswear brand is natuurlijk helemaal nog populairder geworden dan het stukje meal planning en zo. Dus het jaar daarna hebben we toen een fysieke locatie geopend aan de Johannes Moengrasstraat. Dat is nu echt precies bijna weer een jaar geleden. En nu zijn we dus uitgebreid naar een veel grotere plek, waarbij ik dan eindelijk de full vision van SHLX, which is the concept store, kan doen. Dus het is elk jaar echt gegroeid, maar we zijn nu 3 jaar oud. Ja, je brand is dus SHLX. Kan je ons uitleggen wat SHLX, wat voor afkorting is dat? Ja, dus SHLX stond initieel voor Sustainable Healthy Lifestyle with Senne, omdat het gewoon een platform was voor meal planning en training. Ik heb het nu gewoon doorgetrokken, omdat het zoveel bekendheid al had. Dus ik heb toen de sportswear ook SHLX Collection genoemd. En de studio heb ik nu SHLX Studio genoemd. Maar het valt allemaal eigenlijk onder het dak van Sustainable Healthy Lifestyle. Ongeacht eigenlijk met Senne, dat kan ik niet meer weghalen, maar het hoort erbij. Ja, zie maar, jij bent ook de initiator en de ontwikkelaar van het heel idee in Suriname, dus dat is geweldig. En kan je ons vertellen wat een concept store precies is? Want ik ken natuurlijk een heleboel winkels die sportkleding verkopen en een heleboel studio's die danslessen verzorgen. Wat is het bijzondere van jouw concept store? Wat is een concept store? En die studio eraan gekoppeld, wat ga je
daar precies doen? Het verschil tussen een normale winkel of een normale studio en een concept store. In dit geval, een concept store is, je hebt sowieso een bepaalde community op het oog. Mm-hmm. En je hebt dan verschillende brands die je daarbij betrekt. Dus ik heb meerdere mensen gevraagd om deel uit te maken van het stukje beneden, which is the shop. En dat stukje beneden, wat de winkel is, dat moet dus een unieke uitstraling hebben. Het moet unieke brands hebben en het moet een bepaalde community als goal hebben. Dus ik werk nu bijvoorbeeld samen met Salma Organics. Die doet healthy products, organic products for anything. Eigenlijk voor de body, maar ook voor de mind. En we hebben Silky bijvoorbeeld, die doet lingerie voor vrouwen. De lingerie die gedragen kan worden onder de sportkleding. Want iedereen vraagt me altijd naar seamless underwear en zo. En dat doet zij dan. En dan hebben we daarnaast ook Joey's Kicks. Die hebben unieke sportschoenen. Die je dus ook niet overal vindt in Suriname. Omdat ze specifiek zoeken naar de exclusieve. En dan heb je natuurlijk mijn eigen brand Sportswear. Which is heel erg gerelateerd voor vrouwen van any size. Maar wel een bepaalde feel willen en niet te veel willen betalen. Dus het is affordable, maar het is een bepaalde kwaliteit, bepaalde stof, bepaalde vormen geeft het. En die samen vormen dan de shop. Maar los daarvan moet je een experience kunnen aanbieden voordat het een concept store is. En daar komt dan de studio bij kijken. Dus vandaar dat het een concept store is. Dus je hebt de shops beneden, allemaal voor één community. En dezelfde community gaat gebruik maken waarschijnlijk ook van de studio boven. Waar we verschillende lessen, yogalessen, pilateslessen, heel veel verschillende dansstijlen. We gaan heel veel aan de slag met kids. We gaan workshops geven voor vrouwen. We gaan informatiedagen, informatiesessies, bedrijven mogen het ook gebruiken. Dus het is een very multifunctional studio gekoppeld aan de winkel. Oké, en die lessen ga jij ze allemaal verzorgen? Nee. Of wie gaat dat precies doen? Dus hoe is die samenwerking met het verzorgen van de lessen in je studio? Want nu is de winkel dus best duidelijk. Zijn het allemaal dus Surinaamse ondernemers die in je winkel zullen staan of in de store? Heel toevallig, ja allemaal Surinaamse ondernemers. Twee van ze die voor het eerst dus een echte fysieke shop hebben. Oké, dus geweldig. Ik weet hoe, ja, echt super. En welke twee zijn die? Dat zijn Joey's Kicks, die is nu dus alleen online. En dan hebben we dat stukje van Sama Organics, die dus eindelijk nu de organic product lane van haar zelf daar kan verkopen. Wauw, nice. Ja, okay. Dus echt leuk voor hun, want ik was vorig jaar ook in die positie dat ik een fysieke winkel en het maakt echt veel uit. Dus, en dan boven hebben we dan dezelfde dame van organic products die dan ook bepaalde yogalessen zal verzorgen. Okay. Maar in de studio heb ik dus wel alleen maar leraren waarvan ik persoonlijk zoiets heb. They know what they're doing. Ze hebben heel veel jaren ervaring. Ze houden ervan om lessen op een bepaalde manier over te brengen. En ze kunnen goed omgaan met variatie en levels van lessen. Okay. Dus ik ga zeker niet allemaal zelf verzorgen. Dat is probably the reason waarom meal planning en training op een gegeven moment niet meer kon. Omdat ik niet zoveel mensen kon helpen. Maar met de studio kan dat wel. Omdat ik gewoon een heel sterk team heb van goede leraren die daar part of zijn. Geweldig. En je zei dus, er zijn lessen voor verschillende leeftijdscategorieën. En is het alleen voor vrouwen of ook voor mannen? Dus kan je een beetje uitleg geven over De lessen specifiek? Ja. Ja. Nee, zeker niet alleen voor mannen. We zijn echt gericht voor vrouwen, sorry. We hebben all genders are welcome. En all ages. We hebben zelfs kidslessen vanaf 4 jaar. Dus die worden natuurlijk wel opgesplitst. Je hebt specifiek voor een groepje van jonge kinderen. Je hebt ook specifiek voor adults. En dan heb je natuurlijk de groep ertussen. Maar alle lessen worden gespecificeerd vanaf welke leeftijd je mee mag doen. Maar mannen en vrouwen zijn allemaal welkom. We hebben trouwens ook paaldanslessen. Oh, wow. Dus ik zie dat ook als een dansles. Maar paaldansles is natuurlijk eigenlijk iets apart. En die paaldansschool is dan een bestaande paaldansschool, Miss Dolphit, die zich dan koppelt aan de studio. Dus we hebben echt heel veel variatie. Geweldig. En ook bij paaldansen zijn mannen van harte welkom. Want er zijn mannen die het doen. Ja. Oké, awesome. En ik moet zeggen, ik heb een paar keer gekeken naar je paaldansvideo's. Wauw. En zeg maar, volgens mij moet je vreselijk sterk ook zijn om jezelf te kunnen hijsen en je benen in de lucht te gooien en dan een paal vast te houden. Ik ben like, oké. Nee, klopt. Ik zou 3 keer mijn nek breken, maar geweldig.
En heel tof. Je moet het gewoon komen proberen. No. Ja, nog niet, nee. Anyways, maar bijzonder zo'n concept voor een Suriname zijn. Gefeliciteerd alvast. De opening is dus aanstaande zaterdag. En kan je de mensen uitnodigen en ook zeggen vanaf hoe laat tot hoe laat. En het mooiste ervan is dus dat ik begrijp dat je eigenlijk die experience al kan hebben. Eigenlijk zonder grens, want de week, volgende week heeft Sanne dus try-outs. En dat zijn dus gratis lessen. Om eigenlijk te zien wat jij het leukst vindt. Om je vervolgens natuurlijk wel in te schrijven voor een echte les. Ja. Dus misschien kan je even vertellen over de try-outs, de lessen of de tijden. Ja. Want mensen zitten aan het werk en zo. Welke dag kunnen ze zich vrijhouden? Is dit ook online ergens te zien? Zeker. Een Facebook-page. Ja. Dus kan je alsjeblieft die informatie even delen. We beginnen eerst bij de opening zaterdag. Ja. Dus zaterdag is de opening. We gaan de normale tijden van de huidige shop SHLX aanhouden. Dus zaterdag zijn we daar van 11 tot 4. Gaan we gewoon gezellige muziek hebben. Wat hapjes, wat drankjes. Van hoe laat tot hoe laat? Van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Oh, oké. Dus de hele dag door kunnen mensen dus langskomen om de winkel de opening mee te maken. Okay. Ja. We hebben dan ook de birthday collection van SHLX available. Maar natuurlijk alle andere brands gaan ook hun unieke producten uitstellen. Mm-hmm. En het is dan ook mogelijk om naar de studio te gaan, een piepje te nemen van wat er goed eruit ziet. Even kijken, de trial classes zijn de week erop. Die worden allemaal online bekendgemaakt. Volg onze social media pages, want we hebben niet alleen SHLX Collection, maar we hebben dus ook SHLX Studio, een aparte pagina. En een aparte website. En op de website van SH Select Studio, daar gaan we binnenkort de trial class data bekendmaken. Ook op onze Instagram pagina, ook op onze Facebook pagina. En dat zijn dus allemaal gratis lessen van een half uur tot 45 minuten. Je mag je voor de hele dag inschrijven. Je hoeft niks te betalen. Het gaat gewoon erom dat mensen kunnen komen, de studio ervaren, de leraren ervaren, het type les ervaren. En dan kunnen ze op de dag zelf ook registreren voor de toekomst. Ja. Dus je moet, het is wel een studio waarbij je dan, je kan natuurlijk altijd single classes nemen, maar je mag ook een pakket nemen en dat pakket komt je voordelig uit. En we hebben natuurlijk voor kinderen aparte pakketten dan voor adults. Oké, wat me wel opviel van je studio is dat het lekker groot is. Ja. Heel mooi, ruim, lekkere vloer, spiegels, erg professioneel. Hoeveel mensen kan je eigenlijk per les accommoderen? In de studio zelf passen er echt wel 50 mensen, maar we gaan ook gewoon voorkomen dat lessen te druk worden. Dus ik denk dat we per les in het begin gewoon ons gaan houden aan een max van 25 mensen. Mocht het echt druk worden of veel meer vragen, dan kunnen we altijd uitbreiden. Maar in het begin denk ik dat het voor en de mensen en voor de leraren fijn is om wat extra aandacht te kunnen krijgen. Dus als we de les een beetje kennis houden, is het denk ik beter. Oké, en heb je een idee wat het zou kosten? Stel, ik wil een single, ik wil gewoon elke week één of twee lesjes volgen. Wat denk je dat een maandbedrag ongeveer zou zijn voor lidmaatschap? Dus als je een single class wil komen volgen, dat wil zeggen, je neemt geen pakket, dan kom je niet één keer in de week, dan kom je gewoon wanneer het je uitkomt. Dan zou je kunnen rekenen op $7.50 of $8 voor een lesje alleen. Maar als je een pakket neemt, dan kan het zo laag uitkomen als $5 per les, omdat je meer, je gaat ervan uit dat degene dan één keer in de week, twee keer in de week of zelfs drie keer in de week komt. En hoe vaker je wil komen in de week, hoe goedkoper de pakketten dan. Maar dus je hebt de prijzen, in US dollar wel gehouden, want het is een beetje lastig met de koersontwikkeling. Het is vervelend voor de mensen om steeds te horen dat er een verhoging is, vind ik. En administratief is het voor niet mij gewoon doen. En in de shop ook heel handig. We hebben tot nu toe eigenlijk vanaf het begin nooit onze prijzen hoeven te veranderen. Omdat we het altijd in US dollar hebben gehad. Fijn. Sanne, nou alvast gefeliciteerd hiermee. We kijken uit naar de opening zaterdag. En als het goed is, hebben we ook wat footage in beeld gebracht, zodat de mensen al een beetje hebben gezien hoe je studio eruit is enzovoort. Maar we blijven de ontwikkelingen volgen en ik wil je heel hartelijk bedanken eigenlijk voor je komst naar de studio. En ik wil je toch zelf nog even tenslotte de gelegenheid geven om de mensen uit te nodigen voor je concept store zaterdag en eigenlijk ook aan te geven waarom dit toch wel belangrijk is voor Suriname. Oké, welke kamer moet ik? Oké, iedereen,
Ik wil jullie van harte verwelkomen in onze studio en natuurlijk in de Concept Store over het algemeen. Iedereen is welkom. We hebben heel veel leuke dingen voor kinderen, heel veel leuke dingen voor adults. En we gaan door, ja, iedereen die me kent weet dat ik hou van events geven. Dus door de jaren heen zullen we ook heel veel leuke workshops organiseren. Ook al zijn die eenmalig. En leuke events gewoon voor any kind of, ja, hoe noem je zo, een dag, specifieke dag. Precies. We houden van feestjes. Klopt. Maar iedereen is welkom in de studio en in de shop. Heren, breng vooral je vrouwen naar de shop. Ja, precies. En ga jullie zelf boven dansen of een yogales nemen of een pilatesles. Maar voor de dames is het natuurlijk echt de plek precies. om te zijn. En de reden waarom we het doen is een beetje om de creativiteit en de leuke mogelijkheden van sport te vergroten. Want als je denkt aan sport, healthy lifestyle, dan denken mensen heel gauw aan, oh, ik moet in de gym zijn en ik moet, weet je, bepaalde... Iets vermoeiends gaan doen. Ja, iets vermoeiends, maar ik heb het ervaren, ik ben jaren in de gym geweest en ik ben ook jaren heel creatief geweest met dansen, yoga, pilates. Dus het zijn allemaal, wat denk ik, voor mij persoonlijk iets leukere dingen om te doen dan in de gym en even effectief. Geweldig. Dankjewel, Senne. Een bijzondere toevoeging aan eigenlijk de creatieve ontwikkeling van Suriname op zich. En aanstaande zaterdag, dus 11 tot 4, aan de verlengde Gemeenelandsweg nummer 164. Je kan ook de studio volgen van SHLX Studio, vind je op Facebook en Instagram. Of de gymwear SHLX Collection. Dat was het dus voor wat betreft mijn gast voor vandaag, Senne Fernandes. En hiermee moet ik helaas afsluiten voor wat betreft deze aflevering van Magazine 4. De heruitzending kan je zien op onze Facebookpage en YouTube-channel. En natuurlijk morgen om 4:00 kijk je weer mee naar een nieuwe aflevering. Ik ben Teersa, wees lief voor elkaar. Goedemiddag.